Hallo Black Legion en welkom bij mijn nieuwe Black Ops 2 Zombie Challenge. We gaan de Remington CM800 nog wat dingen shotgun doen. Die moesten we nog gebusty posten. Het enige wapen wat we nog moesten, die was ik nog vergeten, die aan de muur hing. Ik had hem toch al gezien in de video, alleen ik had aangekondigd dat we daarna farm gingen doen. Dus vandaar dat jullie dat recent hebben gezien, farm. Maar nu toch even die bus depot. Dan zijn we van het bus depot af. En dan kunnen we ons meer focussen op perk-achtige maps. En daarna town pack-a-punch-achtige maps. En ja. Ik ben benieuwd. Die shotgun. Ik weet het niet. Ik speel er eigenlijk nooit mee. Zombies heb ik er eigenlijk nog nooit mee gespeeld. Als ik eerlijk ben. Eén keertje volgens mij. Toen vond ik crap. Maar... dat vind ik ook van Olympia. En daar heb ik nou ook al een paar keer mee gespeeld. Dus kom hier, zombie. Hey, Betty. Kom hier. Ik vind dat een Betty met zo'n haarband. Jij bent echt een Betty. Weet je dat? Jij bent een Herman. Waarom weet ik niet, maar jij bent een Herman. Vanaf nu. Fuck off, Herman. Dat is Claudia. We gaan namen voor zombies bedenken. Fritzel. Dutroux. Adolf. Mussolini. Dat zijn toch mooie zombienamen, of niet dan? Oorspronkelijk zijn het nazi-zombies, dus Adolf zou heel goed kunnen. Als we reëel gaan kijken. Ik weet eigenlijk ook niet hoeveel die shotgun kost. Ik gok ook 1000, net zoals de MP5, maar... het kan ook wel 1500 zijn, maar het kan ook 750 zijn. Ik heb geen idee. Oh, zie, dat is een mooie Olympia. Fuck off, kutwapen. Oh, mijn drie kogels zijn op. Het zijn net de drie biggetjes. Kom hier, zombies. Auw. En we echt uitkijken, jongen, voor die mofo's die... grijpen. Die grijplightjes zijn zo... bloedje irritant. Mooi. You need a little revive, zombies. Het hebben ze al gehad trouwens. Zij hebben little revive gedronken. Little revive zit in hun bloed. Oh ja, nee! Ik wist het. Oh, ik wist het. Ja, mofo zombie. Dat is zo'n... snel... zo'n graai zombie. Die... die wil je zo heel hard knuffelen, zeg maar. Dat is een hele wanhopige zombie die nog nooit een vriendin heeft gehad. En, of een vriend, kan ook. Ligt eraan wat voor type zombie het is. En die denkt dan van, oh, ja, mijn eerste vriendinnetje. En die komt zo, rah, 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 en die wil dan gelijk knuffelen. Maar dat is dan iets te strak, waardoor je altijd lul bent. Ik kon ook een nade gaan gooien. Ik zat echt te twijfelen van, gooi ik een nade of ga knife. En denk, ah, oh, moet wel goed komen. Maar niet dus. Nou, poging nummer 2. Dat is dan een goed begin. Ik kan er vrij weinig aan doen, het is de zombie niet verneukt. In Black Ops 2 zijn er veel meer zombies die zo heel wanhopig zijn, zeg maar. Heel veel meer wanhopige zombies. Veel meer. Nuke dunkie. Nuke dunkie. Wat is dat zo lelijk? Ik heb het idee dat mijn graphics niet meer goed zijn. Dit is toch uber lelijk, dat is toch gewoon... dat kan toch veel beter. Zo van afstand kun je het lezen, maar van dichtbij dat is echt uber slecht. Ik moet jou niet. Ik moet eerst die andere figuur hebben. Fuck it. Bring it, biatch. You need a little revive. Moeten die zombies zeker. Nu voor de tweede keer. Daar leggen ze dan. Wow, waar zit jij met je hand dan? Hé hey vriend, waar zit jij met je hand in zijn jurkje dan? Waarom heeft hij een jurk aan trouwens? Wat is daar allemaal te zien? Wat is hier te zien? Helemaal niks. Een donker, zwart gat. Ah. Wat een smerige zombie zijn jullie toch? Oh, fuck. Jij was mij iets te snel. Dat was een verrassing aanval.
Oké, shotgun, kom hier voordat ik weer val. 1500! Ik wist het. Ik zei het nog, van ik weet niet hoeveel het is, maar ik denk 1500. Om onbekende reden. Please. Ga je dood? Oh, daar zijn de twee. Henk en Piet. En ja, ik weet dat het twee... een stelletje was, zeg maar. Maar dat kan gerust. Er zijn, vroeger vooral was Piet ook een meisjesnaam. En ja, dat meen ik serieus. En ja, we hebben kennissen, die heet Piet. En dat is een vrouw. Maar die wordt meer omschreven als Petey. Eigenlijk Petey! En niet Pewdie. Petey. Petey! Wow, oh oh. Nee, geen stunts. Geen stunts. Oké, ik heb het al afgeleid, game. Pff, fucking hell. Ik moet echt niet gaan trick dingen doen. Want dat faalt echt hard bij mij. Wow, die zombie ging ineens dood met één. Nee, oeh, fuck. Echt, met dat ik het doe, denk ik, nee, het gaat fout. Maar over het algemeen moet dat toch nog wel lukken. Een shotgun kogel in zijn ribbenkast, zeg maar. En dan ook nog, knife, dat moet toch lukken. Die zombie die ging ook om onbekende reden. Ik ben gewoon van, ik sta strak van de cocaïne als Scarface. Kom maar op met je kogels. Ook hier bij de shotgun. En ja, net zoals ik in de vorige part zei met Olympia. Vorige video, zeg maar. Het is heel belangrijk wat je aan dingen hebt. Welke range je hebt. En eigenlijk een double tap die deed iets meer. Zal bij deze shotgun ook zo zijn. Maar range is ook heel belangrijk. Vooral bij een shotgun. Hij bepaalt echt van jij staat... een meter er vanaf, dan doe jij 92 damage. 2 meter er vanaf, dan doe jij opeens 86 damage. En bij een shotgun, dan is dat een hele rare curve. Die gaat er van 82 opeens misschien naar 40 toe of zo. En dan naar 10. En op een gegeven moment helemaal niks meer, omdat die gewoon waardeloos is geworden. En dat verschilt per gun. Volgens mij zijn die graphs wel te vinden ergens op internet. Die waren eerder altijd te vinden op internet. Zal ik het zo zeggen. Maar ik weet het zo niet van welke gun. In zombies verschilt ook nog weer. Want je kunt sneller of je kunt beter quickscopen in zombies dan in multiplayer. Bijvoorbeeld met snipers. Dat kon eerder altijd tenminste. Ik weet niet echt precies hoe het in Black Ops 2 zit. Maar bij Black Ops 1 was het altijd wel zo. De sniper klonk ook anders. Als je de intervention had. Ik weet niet meer wat dat was. Voor mij was dat ook Black Ops. Dat was lang geleden. Het kan nog wel eens Modern Warfare 2 zijn. Modern Warfare 2. Singleplayer. De sniper intervention. Klonk echt als een sniper robuust. En die in multiplayer. Die klonk echt gaar. Qua dat. In vergelijking met de singleplayer shotgun. Klonk die echt gaar. De sniper bedoel ik. Klonk die echt gaar. Echt heel apart. En ik heb iets op mijn muismat liggen. En dat stront in je tand. Daar ga ik de hele tijd overheen. Ik heb een Razer Vespula muismat. En dat is een plastic groot bord eigenlijk. Met polsteun en al die zooi. Omdat ik nogal redelijk veel game voor jullie. Nou, ook wel voor mijn eigen plezier eigenlijk meer. Maar maar dat is dus hard plastic. En ik heb twee kanten. Eentje die is heel glad. En eentje die is, heeft allemaal groefjes erin. Dat is grip en speed, zeg maar, is dat voor. De ene is, zeg maar, voor nog hoger. Ik heb al 6400 dpi. Als ik dan die gladde kant gebruik, dan... Als ik nu ook maar een millimeter draai, dan draai ik al twee keer het rond, zeg maar, met mijn character. Dat is echt belachelijk snel. En glad, zeg maar, die surface. Oeh, fuck. Oh, dat ging goed ook. Maar, kom hier. Ah. Maar de gripkant, die heeft dus allemaal groefjes. Dan kun je veel preciezer mikken. En dat gebruik ik eigenlijk altijd. Maar er komt af en toe echt gewoon een minuscule iets tussen. Dat hoeft echt niet... Oh, fuck. Nee. Niet speciaal te zijn. Dan gingen we echt bijna dood. Dat hoeft helemaal niet zo heel speciaal te zijn. Tussen, dat kan gewoon een heel klein veldje zijn. Maar dan verneem je dat echt
op je muis, of met mijn muis, verneem ik dan net alsof ik over een berg in ga. Het is echt een bobbel, zo pluk. Een drempeltje, zeg maar. Het is echt heel apart. Sorry. En daar was ik dus mee bezig om dat te fixen, maar ik kan het nog niet fixen. Dat was heel raar geluid voor jullie. En dit doe ik gewoon door, nou, binnen een millimeter te bewegen, doe ik dit. Zo snel staat mijn muis, zeg maar. Als ik nou een centimeter naar beneden, naar rechts ga, dan draai ik sowieso een rondje. En ga ik over de hele muismat heen, dan krijg je iets als... Dan moet ik even wachten tot er iets minder zombies zijn. Voordat ik allerlei trucjes ga doen, want ik was slecht in trucjes, dan gaat het altijd mis. Zoals we hebben geleerd. Oh, kom hier. Ik weet niet, die shotgun, ik vind hem niet super chill trouwens, als ik mijn mening moet geven over de shotgun. Het is wel fijner dan Olympia, maar ja, wat is niet fijner dan Olympia? Zelfs Ballistic Knife is bijna nog fijner dan Olympia. Ik zeg niet dat die fijner is, maar bijna, zeg ik ook. Maar het is wel fijn dat hij snel doorlaat. Alleen speed reload zou echt chill zijn met dit ding. Maar ja. Zullen we even nade gebruiken? Hoppa, doe er nu. Oké, als ik nou van links naar rechts beweeg, dan krijg je dit. Dan krijg je iets. En dit is pas weird. Maar ik klikte per ongeluk. Want dat staat ook heel sensitive. Als ik nou van links naar rechts krijg je dit. Oh. En volgens mij kan je dat de weg kwijt. Omdat het veel te snel gaat. Dat is echt wel meer dan een 360 noscope. Als je dan nog wat raakt. Dat is een... wat zal het zijn? 36.800 noscope of zo zal dat zijn. Maar het mooie was, ik klikte per ongeluk en toen ging die alt tab. Dus als je opeens wat raar zag stilstaan, dan was dat dat. Het was wel heel apart, ik schrok bijna, want normaal zet hij dan de recording uit. Als je alt tab gaat. Maar deze keer blijkbaar niet. We moeten echt ammo hebben en nodig. Oh oh. Oké, kom maar, biatjes. Au. Au, au. We hebben nog ammo gekocht ook, hè. Het ging mis. Ik moet echt uit mijn uitkijken achter mij, wil ik zeggen. Maar dat ging een beetje dubbel op. Please, geef mij gratis ammo game. Oh, nice. We hebben nog ammo. Hey, Dr. Friedrich. Mooi, Dr. Friedrich is dood. Mooi. Dat was zijn compaan, Dr. Watson. Oké, okay, we hebben kogels gekocht. En we zullen eens even kijken of we weer een ronde kunnen overleven. Dat moet toch wel mogelijk zijn, denk ik. We kunnen altijd nog hierachter rennen, maar dat is niet echt de chillste plek. Want dan moet je ze allemaal heel snel af kunnen. Ah, fucking game. Kom op. Ja, ja, ik pak hem al op. Rustig maar. Oh ja. Wat ging dat toch goed? Oeh, fuck jongen. We hebben geluk dat er geen zombie achter mij stond. Anders was ik al gedood geweest. En grenades helpen ons ook een hele hoop. Echt een hele hoop. Ah, oh, fuck.
Reloading. Ook hier kun je dat speed trucje toepassen wat ik altijd gebruik. Alleen moet je meer opletten. Want soms werkt het niet altijd even goed. En je moet goed je kogels uitmeten. Dat je precies genoeg kogels hebt wat je wil hebben, zeg maar. Maar ja, we hebben weer een ronde overleefd. Mooi, mooi. Begin altijd hier, zoals elke challenge eigenlijk. Het is het makkelijkste. Het is de beste ronde om te lopen. Op een gegeven moment ga je toch wel dood, maar... Het is de beste ronde om te gaan lopen. Ik wil eens weten hoeveel magazijnen er in één zombie moeten. Als ik het goed bereken, we zitten bij ronde 9. Zou het inhouden? Oh, fuck. 8 rondes. Nou, dat schoot op. 9 rondes. 150 kills precies. Weer altijd zo'n precies getal. Ik weet niet hoe we dat voor elkaar krijgen. Maar weer zo'n precies getal. Als ik nou misschien niet had gekut met de pistool, dan hadden we het nou nog wel overleefd, denk ik. Maar er is weinig aan te doen. Erg weinig aan te doen. Ik wil eens even weten wat mijn best is of transit. Dat is ronde 9. Nou ja, dat moet ik sowieso wel kunnen verbeteren. Dat gaat het probleem niet zijn. Dat ga ik binnenkort een keer doen. Gewoon transit. Proberen zo lang mogelijk te survivalen solo op transit. Dus ben ik heel benieuwd. Survival farm was ronde 12. Met de shitty shotgun. Hier heb ik nog nooit solo op gedaan op town. Maar is geen enkel probleem, want die map ken ik heel goed. En ronde 14, we staan gewoon op plek 507 op busdepot met door op ronde 14 te komen. Dat is eigenlijk niet slecht, vind ik. Maar als we bijvoorbeeld nou gewoon Raygun gaan, naar Randombox en dan Raygun. En RPD ofzo, of Hammer. Hammer is eigenlijk beter, non-packer-punched. Als we die twee hebben en we rennen de hele tijd rondje busdepot, dan kan ik misschien ook nog wel ronde 20 sowieso wel. Dat moet wel lukken. Dan staan wij echt gigantisch hoog in principe. Dus dat is wel chill. Misschien dat ik dat nog één keer probeer. Maar in principe gaan we naar farm toe. En daarna naar town. En ons is ook een keer naar transit. Solo zo lang mogelijk proberen te overleven. Dat komt er allemaal nog vanzelf aan. Iets kortere video deze keer. Nou, ik een beetje verkloot misschien. Misschien eigenlijk wel. Zeker weten. Met de pistol. Weinig aan te doen. Iedereen maakt wel zo'n foutje. En iedereen die speelt gewoon maar wat in het rond. Dat doe ik ook. Dus ja, nou, sorry daarvoor. Maar voor de rest hoop ik dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie weer in een andere video. Laters.